Ik ben Laurens van Kooten en ik ben momenteel werkzaam als dierverzorger op Ecomare. We hebben de zeehonden uiteraard, we hebben vogelopvang en we hebben ook in onze aquaria de dieren van de Noord- en Waddenzee. Vissen. Want? Ja, het is zo spannend. Je hebt er zo weinig grip op. En een zeehond, nou, dat weten we onderhand. Die opvang en dat verloopt, als het dier niet al te ziek is, dat verloopt verder wel goed. Het voer is bekend. Maar bij vissen is het zo spannend van, je hebt een nieuwe soort gekregen van een vissersboot. En ja, hoe houd ik hem in leven en hoe is het dier tevreden en groeit hij lekker? En dat vind ik ontzettend spannend. Een uitdaging. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als vrijwilliger voor de watvogelgroep van het Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee. En de bedoeling was dat ik vogels terug ging zoeken die gekleurringd waren. De kanoetstrandloper en de rosse gruto. En een van de plekken waar we dat deden, dat was Griend. Nou, Griend is een onbewoond eilandje. Je ging er naartoe voor een week, anderhalve week. Je logeerde in het bewakershuisje. Je nam eten mee, water en zo. En dan ging je met laagwater het wat op om naar die vogels te kijken. En dan was er ooit een moment, en ik moet erbij zeggen dat het had ook te maken met mijn privéomstandigheden. Ik ben erg ziek geweest. Ik ben geopereerd en chemokuren. Maar ik had toch de tijd om een weekje naar Griend te gaan. En ik zat daar op een ochtend op het wat naar de kanoetstrandlopers te kijken. En er kwamen zo'n 3000 vogels recht op mij aanlopen. En dan dacht ik nog, stopt het ook? Of lopen ze over me heen? Maar het was 10, 15 meter voor me. Ik kon het niet eens meer scherp stellen in het telescoop. Toen splitste de groep. En de ene helft ging aan die kant om me heen. En de andere helft aan die kant. En toen ik omkeek, zag ik dat de rijen achter me weer sloten. En ze liepen gewoon weer verder. Nou, als je dan ziek bent en je maakt zoiets mee, dan ben je dat toch een paar dagen gewoon vergeten. Nou, dat was eigenlijk mijn verhaal.